Suriname lanceerde op 19 april 2024 een pilotproject voor kwikvrije kleinschalige goudwinning in de Company Creek Brokopondo. De ministers van Ros en Rom benadrukten de noodzaak van kwikvrije methoden voor milieu en gemeenschapsgezondheid met trainingen en bredere beleidsmaatregelen om illegale goudwinning tegen te gaan. Het project demonstreert de haalbaarheid van kwikvrije methoden en benadrukt bewustwording en capaciteitsopbouw. Een advanced team van de Association of Caribbean States, ACS, bezocht van 16 tot 19 april Suriname om voorbereidingen te treffen voor de ACS 2024-conferentie, gepland van 6 tot 9 mei in het Torarica Resort. Het hoofdonderdeel is de 29e Ordinary Meeting of the Ministerial Council op 8 en 9 mei. Andere activiteiten omvatten een business exhibition, de 16e Business Platform of the Greater Caribbean en de 8e International Cooperation Conference. Het ACS-team, geleid door Tricia Barrow en bijgestaan door Patricia Philip Boudoussing, werkte samen met het Surinaamse team onder leiding van ambassadeur Miriam McIntosh. De textiele werkvormentraining van de SAO heeft 23 geslaagde cursisten opgeleverd. Op 18 april ontvingen de getrainden hun certificaten, gefinancierd door het bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning. Minister McAndrew prees hun inzet en moedigde hen aan om zelfstandig te worden. De aanwezigen, waaronder Naomi Esaias Frieperson van de SAO en Galsil Abini van Stichting Grijp de Godsvrucht, prezen de prestaties van de cursisten en moedigden hen aan om hun kennis verder te ontwikkelen. Het feit dat een man tot de geslaagden behoorde werd toegejuicht als zeer motiverend.